Andrea van Bij Andrea Jansen. En vandaag gaan we een heerlijke Ajam Bumbumbani maken. En die maken we met kip, zoals de naam al zegt. En die kip die gaan we stoven in heerlijke kruiden. En het hele huis gaat lekker ruiken. Ik heb er al zin in. Laten we snel van start gaan. En nu we klaar zijn met alle voorbereidingen, ga ik de boemboe maken. En de boemboe die maak ik in de keukenmachine met een mes. En daar stop ik alle ingrediënten in en dan maal ik hem fijn. En door hem dan heel even licht aan te bakken in de pan, komen al die heerlijke smaken vrij. Pak een foodprocessor en voeg daaraan sjalot, knoflook, de peper, laos, koriander, komijn, tamarinde en trassie toe. En pulseer tot je een gladde boemboe hebt. Verhit wat olie in de wok en bak de kip tot hij goudbruin is. En haal met een schuimspaan de kipblokjes uit de wok. En doe de boemboe daarin. Bak alles 3 minuten. Voeg dan de blokjes tomaat, palmsuiker, ketchup, salemblaadjes en de seree toe en bak alles nog eens 5 minuten. Doe de kip weer terug in de wok en bak 5 minuten terwijl je blijft roeren. Dan voeg je de kokos en 100 ml water toe aan de pan en breng je alles aan de kook. En nu alles in de pan zit, laat ik het 30 minuten sudderen op laag vuur. Nou, de kip is klaar en natuurlijk ga ik hem even proeven. Dit is echt super lekker. De saus is zoet en een beetje pittig. En de kokos is heerlijk, zorgt voor een heerlijke binding. En het glaseert de kip helemaal. Echt een top recept. Dit recept is voldoende voor 4 personen. Maar wil je voor meer mensen dit heerlijke recept maken? Dan kun je op mijn website een handige rekenmachine terugvinden. Die precies uitrekent hoeveel ingrediënten je dan nodig hebt. En ik ga dit nu serveren voor het avondeten. Doei!